Kettingbotsing in Nederland. Er was een kettingbotsing van 150 auto's kort bij de grens van België. Het was een grote chaos. Twee slachtoffers werden dood teruggevonden. Er waren ook veel gewonden. De brandweer is meteen gekomen en ook de ambulance. De gewonden werden meteen weggebracht. De 150 auto's zijn nu al weggetakeld.